Ja, ze zijn milieuvriendelijker, maar dat wil daarom niet zeggen dat er geen vervuiling meer zal zijn. We maken daarbij een onderscheid tussen milieu, dus alles wat zijn effect heeft op onze gezondheid, en klimaat. Dat is alles wat een effect heeft op de opwarming van onze aarde. In het eerste geval gaan we dat uitdrukken in fijnstof, en in het tweede geval spreken we uiteraard over CO2. We beginnen met milieu en dus fijnstof, want een van de grootste veroorzakers van fijnstof, dat zijn de banden en de remmen. Ja, en een elektrische wagen heeft die uiteraard ook, hè, banden en remmen, dus deelt de EV ook in die verantwoordelijkheid. Kijken we naar CO2, ja, dan kunnen we niet anders dan vaststellen dat wat productie betreft een elektrische auto beduidend vervuilender is dan een auto met een verbrandingsmotor. En dat heeft met name te maken door de productie van batterijen die veel energie-intensiever is. Bovendien, als je effectief ook gaat rijden met je elektrische auto, ja, dan hangt het er ook maar vanaf waar je stroom vandaan komt. Als die uit een steenkool of een gascentrale komt, ja, dan is de CO2-uitstoot die die centrale uitstoot, ja, voor een deel ook voor jou gemaakt en zou die CO2-uitstoot in principe ook op het konto moeten van je elektrische wagen. Maar dat verschil wordt letterlijk dichtgereden bij elke kilometer die je rijdt, om de simpele reden dat, ja, bij een EV zit er geen uitlaat. En als je geen uitlaat hebt, kan er ook geen CO2 uitkomen. Dus, bekijk het over een volledige levenscyclus, ja, dan is een EV inderdaad een pak milieu- en klimaatvriendelijker.